voor de 16e keer zijn dat we als VOCA samen met Kortrijk Expo de bedrijvencontactdagen organiseren. Het B2B networking event in België. In de komende 2 dagen zullen niet minder dan 600 exposanten meer dan 15.000 bezoekers over de vloer krijgen. Het concept is en blijft zeer eenvoudig. Zaken doen in eigen regio, mensen samenbrengen, mensen laten netwerken, bestaande relaties onderhouden, nieuwe relaties gaan aanknopen en op die manier finaal meer business genereren. Het is geen toeval dat de bedrijvencontactdagen bijna 30 jaar geleden hier in Kortrijk zijn ontstaan. Het netwerken, het zaken doen zit in het DNA van de West-Vlaamse ondernemer. We merken ook een hele brede waaier aan ondernemingen, van de gevestigde waarden over de internationale toppers die we hier in de provincie hebben, tot de starters van onze industriële sectoren over de dienstensectoren. Het gebeurt hier in Kortrijk. Hallo, ik ben Dries. En ik ben Jade. Vandaag nemen wij jullie mee op de bedrijvencontactdagen in Kortrijk. We gaan eens kijken. Kom. Wat doet u hier precies vandaag? Wij komen Kinepolis niet als cinema, maar als business to business eigenlijk wat gaan promoten. En het is niet dat u een nieuwe film van Adil El Arbi komt voorstellen? We komen die helaas niet echt voorstellen. Waarom zijn jullie hier op de bedrijvencontactdagen? Om de brug te leggen met bedrijven. Wij doen aan dienstverlening vanuit de hogeschool, niet iedereen weet dat. Wij hebben de opleiding, maar daarnaast willen we ook samenwerken met bedrijven. Niet iedereen kent ons, dus er is nog veel werk. Vandaar dat dit de ideale plaats is om contacten te leggen. Heb je de weg gevonden ondertussen? Ja, wij hebben de weg perfect gevonden. Ah, super. Wij importeren reinigingsmachines. Dat wil dus zeggen stofzuigers, vegers en schrobbers. Ja. Dus alles om de vloer te reinigen. Hè. Alright. Dus ik kan daar dan gaan opzitten en dan hier de vloer eigenlijk mee vegen. Ja, werkt. Kan ik daarmee rondrijden dan? Ja. En waarom staan jullie hier op de bedrijvencontactdagen? Dus vandaag vooral een aanwezigheid en onze klanten uitnodigen op onze stand. Ja. Ik heb gezien dat jullie plantenkitjes weggeven waar een dennenboom uitkomt. Nu nog niet, maar straks wel. Maar wat water en wat goede zorg en veel liefde komt er wel vroeg laat een boom uit. Alle grote bedrijven zijn aanwezig, en groot en klein. Ja. Iedereen kent iedereen en kan netwerken met iedereen. Het is gekend dat er altijd zeer veel zaken gedaan worden op de beurs zelf. We zijn een telecommunicatiebedrijf. Ah, oké. Okay. Ja. En waarom staan jullie hier vandaag? Dat is een tweejaarlijkse gewoonte om onze klanten terug te zien. Misschien ook wel om nieuwe contacten te leggen. En ja. We vinden dat we hier moeten zijn. Ja. Onze allereerste beurs 10 jaar geleden was de bedrijvencontactdagen dat we meegedaan hebben. En we hebben iedere editie al gevolgd, dus we gaan die zeker niet missen. Het is onze 4e editie, dus... Vierde? Je bent eigenlijk al een beetje een ancien. Ja. Inderdaad, dat klopt. Ja. Ja. En valt het goed mee? Ja, we zeggen dat er al redelijk wat volk aanwezig is vandaag. De eerste keer op een beurs staan, we willen een beetje meer profileren naar de buitenwereld toe, om te kijken, om te tonen dat we bestaan. Ja, dus het is de eerste keer dat u hier staat, dus u heeft ook verwachtingen dan waarschijnlijk van de beurs hier? Ja, een klant of twee zou leuk zijn natuurlijk. Niks dan fun op de bedrijvencontactdagen. Wie is er aan het winnen? Ik ben momenteel een beetje aan het winnen. Amai, dat is graaf. Dat is backstage bij de bedrijvencontactdagen. Er is hier iets heel cool, maar ook iets heel raar langs mijn kant, omdat ik niet weet wat dat is. Nee, dat is gewoon onze oude makerbot, een voorbeeldje van 3D-printing te tonen. Maar links, dat is een soort van toverdrankje of zo. Ik ging zeggen onze vaatwas, maar dat is ook geen waar. Hier een aantal mooie afbeeldingen of avontuurlijke afbeeldingen staan. Dus jullie zijn vooral daarin naartoe gespitst, alleen naar teambuilding, zaken? Of... Wij proberen ons te onderscheiden door eigenlijk echt een combinatie aan te bieden. Want iedereen kent natuurlijk wel teambuilding aanbieders en evenementenbureaus. Ja. Wij proberen er eigenlijk voor te zorgen dat de mensen naar Oostende komen, dat ze een totaal pakket aangeboden krijgen. En als jullie nu zo gaan muurklimmen of gaan raften, of zo, ga jij dan mee? Of, Ik zou dat heel graag doen, maar ik ga vooral de klant een keer goeiedag gaan zeggen en dan laten wij dat vooral aan de klant over. Ja, ja. Wij hebben heel veel mensen uitgenodigd, dus we hebben heel bewust gekozen voor een groepstand. Maar de toevallige passant, mensen die voor we nu achter mij staan, dat is altijd goed meegenomen. Waarom zijn jullie hier op de bedrijvencontactdagen?
Eigenlijk voornamelijk voor relaties, om in een korte tijd, in 2 dagen tijd, eigenlijk heel veel mensen te zien dat wij kennen. Zowel leveranciers, klanten, maar ook ons personeel. Dus het is echt een relatiebeurs. De catering hier is alleszins veel beter dan die op de boekenbeurs. Er zijn heel veel bedrijven die dat nog niet weten, dat wij ook geschenkverpakkingen hebben. Uniek voor bedrijven, dus dat ze even hier in de kijker komen zetten. Ik zou heel graag willen ondernemen en ik zou graag van u willen weten hoe ik daar aan moet beginnen eigenlijk. Om te ondernemen? Om te ondernemen. Ik zou gewoon zeggen doen en durven te ondernemen. Ik denk dat de beste tip is gewoon beginnen. Hoe bent u eraan begonnen? Verliefd worden. Maar ondernemen doen wij inderdaad, vooral die lieve, lieve kindjes natuurlijk. Ja. Om onze stand dynamisch en actief te maken, hebben wij een DJ ingehuurd, DJ Jos. De bedoeling van hem is in feite plaatjes te draaien die de mensen die rondwandelen aanvragen. En heeft u gisteren al een fijne dag gehad? Ja, ja, gisteren wel. Ja. Het was ook al druk gisteren en we hopen dat dat vandaag ook zo is. Dus gisteren, de eerste dag, woensdag, hebben wij bijna 5% meer bezoekers mogen verwelkomen. Weliswaar meer gespreid over de volledige dagduur. En vandaag, ja, kijk, je merkt het, ja, ze stromen binnen bij wijze van spreken. Dus ik denk dat we de kaap van 15.000 zeker mooi gaan overschrijden. Tijd om naar huis te gaan bij jullie ook? Ja, ja, ja. En vond het een beetje tof? Moba ja. Dat is in orde. Hebt u gevonden wat u zocht? Ja. Oké. Okay. Vooral interessante mensen ontmoet en connecties, dus dat was wel heel leuk. Was het wat u ervan verwacht dan? Ja, inderdaad. Kom zeker nog eens terug. Super. Ja, inderdaad. Dus het was leuk? Ja, inderdaad. Geweldig. Tot de volgende keer dan. Het is spijtig genoeg afgelopen voor vandaag. De meeste mensen zijn naar huis aan het gaan. En gelukkig is er een shuttle-dienst om iedereen veilig thuis te brengen. En dan is er mij alleen nog maar te zeggen... Tot de volgende!